Een kleine tip voordat we beginnen. Als je zit zo, kan het zijn dat je tijdens de meditatie, omdat we dus onze handen lange tijd stilhouden, onze schouders ook lange tijd stilhouden, kan het zijn dat je wel eens het gevoel hebt dat je pijn krijgt in je schouders. Dan is het misschien goed om iets onder je handen te doen tijdens de meditatie. Ik gebruik zelf vaak iets om onder mijn handen te doen. Dit is een monnikspij. En die doe ik dan zo onder mijn handen. En dan, dan leg ik mijn handen erop. En dan heb ik eigenlijk iets meer ruimte in mijn schouders. Laten we dan nu beginnen met de meditatie samen. En we beginnen eerst eens met diep in te ademen. En weer rustig uit. Nogmaals. En een derde keer. Je voelt je ademhaling geleidelijk aan wat zachter worden. Dan beginnen we eerst met de fysieke ontspanning. We beginnen met onze ogen. Ontspannen onze ogen. Helemaal. Voel de spiertjes rond je ogen zich ontspannen. Spiertjes tussen je ogen. En de spiertjes in je ogen, in je oogleden. Als we onze spiertjes in onze ogen hebben ontspannen, ontspannen we ook de rest van ons lichaam. Ons gezicht, nek, schouders, armen. En handen. Ontspan ook je borst en buik. Je rug en je heupen. Je benen tot aan de tenen.
Laat zo je lichaam zacht worden. Voel de ontspanning tot je hele lichaam doordringen. Net alsof je hele lichaam doordrenkt is met de frisse ontspanning. En als er toch wat spanning is in je lichaam nog, en het is lastig dat te ontspannen, dan laten we dat gewoon. Terwijl we ons bewust worden van ons gehele, van ons ganse lichaam. En dan merken we dat als we er niet te veel op inzoomen en we worden ons bewust van de ontspanning die uitgaat van ons lichaam, dat de rest van ons lichaam vanzelf ontspant. We voelen ons lichaam steeds minder actief worden. Ook al zitten we recht, toch voelt het alsof onze spieren naar beneden hangen, als jassen, als kleden aan een kapstok, een garderobe. Die naar beneden hangen.
Wanneer we ons niet langer fysiek afgeleid voelen, wijden we onze aandacht aan ons gedachtenleven. En we worden er bewust van dat er best wel gedachten en gevoelens door ons heen gaan. Maar dat wordt nu geleidelijk aan minder. Of we nu aangename dingen denken en voelen, of onaangenaam. We laten het komen en gaan, zonder eraan te trekken of te duwen, zonder er iets mee te doen. Tegelijkertijd worden we er ook bewust van dat er een zekere ruimte in onszelf ontstaat. Wanneer we in de meditatie meer tot rust komen. Ruimte en openheid. Het voelt misschien zelfs wel alsof we ons opgenomen voelen worden in de omgeving om ons heen. Alsof we onze omgeving om ons heen kunnen voelen. We hoeven niets te forceren. We hoeven het ook niet moeilijker te maken dan het is. Het is nu belangrijk op dit punt dat we in het hier en nu bewust zitten en zijn, en dat we niet hoeven te worstelen of te spartelen om meer rust te vinden in onszelf. De rust komt vanzelf. We hoeven niet ongeduldig te worden. Want als we door de meditatie ons heen haasten, als we in de meditatie dingen te snel gaan doen, dan wordt onze aandacht oppervlakkig.
En gaat onze aandacht niet meer in de diepte. Voel zoals je bent, alle ruis, alle onrust en het is goed. We zijn bij onszelf zoals we zijn. En het is goed. En zo houden we het simpel. In de woorden van Lumpu, Lumpu Sot. En alle leringen, alle woorden van de Boeddha die hij ooit heeft gesproken, waarvan er traditioneel meer dan 80.000 zijn, al deze leringen, al deze woorden komen terug in één woord. En in Thais, in het Thais is dat woord yud. En yud betekent stilstand. In het woord stilstand is de volledige leer van het boeddhisme vervat. En wanneer we dat weten, begrijpen we hoe essentieel dit is.
Wanneer we niet langer reageren op onze gedachten, we laten alles gewoon zijn zoals het is, zoals de wolken in de lucht, merken we dat er een stuk bagage van ons afvalt en dat er meer ruimte is, meer openheid en zelfs leegte. En het voelt fijn en aangenaam om niet te hoeven te reageren. Om niet te hoeven in te spelen en voor te borduren op onze gedachten en gevoelens de hele tijd. Nu dat we geleidelijk aan steeds meer de openheid, ruimte en tevredenheid voelen in onszelf, met wat er in ons omgaat,
met wat er leeft in ons. Gaan we weer opnieuw terug naar onze ademhaling. En we volgen onze ademhaling naar binnen. En we worden er bewust van dat de beweging van onze ademhaling helemaal te voelen is tot in de buik. En als we inademen, dan voelen we de beweging. En ook weer als we uitademen. En als we zo een paar keer inademen en uitademen, krijgen we een besef van het keerpunt van de ademhaling in onze buik. De plaats waar onze ademhaling naar binnen gaat en weer naar buiten komt. Omdat het midden niet tastbaar is en wat abstracter dan bijvoorbeeld het puntje van je neus of het gevoel van je ademhaling bij je neus. Daarom duurt het even voordat we echt bekend raken met het keerpunt van onze ademhaling. De middenruimte in onszelf. Daarom zegt men ook wel dat Tamakaya-meditatie een methode is die voor sommige mensen een tijdje duurt om in te komen, om te leren. Maar laten we niet vergeten dat alleen al het besef dat er middenruimte in onszelf is, aan het einde van de inademing en het begin van de uitademing, alleen al dat besef is het begin. Het begin van wat? Het begin van de integratie van lichaam en geest. Normaal gesproken is onze aandacht op heel veel plaatsen tegelijk. Of dat wil zeggen, springt onze aandacht van de hak op de tak. De plaats waar onze aandacht uiteindelijk het meest diepgaand tot rust kan komen, is de middenruimte in onszelf. In de woorden van Lompoesot, dit is de plaats waar ons bewustzijn begint en eindigt. De plaats waar we wakker worden en weer in slaap vallen. De plaats waar we geboren worden en weer deze wereld verlaten. Hoe het ook zij, wanneer we met onze aandacht kennis maken met de middenruimte in onszelf, doen we dat heel zacht
en zorgzaam. Net als een bij die naar een bloem gaat en een klein beetje nectar eruit haalt, zonder de bloem te beschadigen. Of net als dat je met zachte aandacht voor een klein kind zorgt. Of net als een veertje dat naar beneden dwarrelt en op het water landt zonder te zinken. Zacht en zorgzaam. Met een subtiele aandacht. Dat we nu en dan weer bevestigen. Zo vaak als we willen. Bevestigen we het bestaan van de middenruimte. Maar we hoeven ook weer niet te bang te zijn dat we het vergeten. Het is tenslotte een geleidelijk proces. En een deel daarvan is onbewust. Wanneer we geleidelijk aan steeds meer ons voelen worden, één worden met de middenruimte in onszelf. Vergeet niet om het eenvoudig te houden. We houden het simpel. En als we het goed doen, dan wordt het ook steeds meer simpel.
Soms dan hebben we dat we een tijdje zitten en dat we merkwaardige ervaringen hebben. Zoals bijvoorbeeld dat een deel van ons lichaam lijkt te verdwijnen. Of ons gehele, ons ganse lichaam. Soms ook voelt het net alsof we naar beneden vallen. Dan is de eerste neiging om onze ogen open te doen en te kijken wat er aan de hand is. Maar dan zijn we weer uit de meditatie. Dus het traditioneel advies is, wat er ook gebeurt, je hoeft je ogen niet open te doen. Je hoeft ook niet te schrikken, want na een tijdje, dan wordt de ervaring vanzelf, voelt het goed. Moet het wat tijd geven. En soms dan hebben we zo'n ervaring verschillende keren. En dan leren we er geleidelijk aan steeds beter mee omgaan. Het is niet het uiteindelijke doel van meditatie natuurlijk. Maar het geeft wel aan dat we op het goede pad zitten. Niet iedereen heeft deze ervaringen. En er moet ook niet te veel van gemaakt worden. Het enige moment waarop we onze ogen een beetje open doen, is als we heel erg afgeleid zijn. Als we gestrest zijn of iets dergelijks. En we zitten echt vast. Dan kunnen we even onze ogen open doen. En dan worden we bewust van de meditatie, van de wereld om ons heen. En als we ons weer goed voelen, dan laten we onze ogen weer dichtvallen. Het is allemaal mooi, het is allemaal prima. Want we zijn tenslotte altijd iets goeds aan het doen in meditatie. In de woorden van de non kunyai, meditatie is altijd goed, net zoals als je op de grond slaat. Je kunt de grond niet missen. De grond is overal. Zo is ook meditatie altijd goed.
om de meditatie mooi af te sluiten, delen we de energie van de meditatie met onze dierbaren en alle mensen in de wereld. We kunnen ons voorstellen dat de energie van deze meditatie als een soort van licht door ons hele lichaam gaat. Alsof ons hele lichaam er volledig mee wordt doordrenkt. En dan laten we de energie los naar de wereld om ons heen. Met de gedachte dat iedereen om ons heen deze innerlijke rust ook mag ervaren. Dat iedereen om ons heen deze innerlijke heelheid ook mag ervaren. Gevoelsmatig voelen we de energie alle kanten op gaan. We sturen positieve gedachten met de energie mee. Dat iedereen om ons heen gelukkig mag zijn, vrij van lijden. Iedereen de rust van deze meditatie mag ervaren. Mensen die we kennen en niet kennen, mensen die we mogen en zelfs die we niet mogen, dat iedereen gelukkig mag zijn. Zelfs de dieren, zoogdier, vogel, vis, dat iedereen gelukkig mag zijn. Vrij van lijden. Iedereen in peace en vrede, gelukkig met elkaar, mag samen leven op deze aarde. We laten de energie zich verspreiden, zich verbreiden, zich uitdijen. Telkens afkomstig vanuit het midden in onszelf. In welke mate we dat fijn vinden en in welke mate dat toevoegt aan deze meditatie.
Dan komen we geleidelijk aan het einde van deze meditatie. Worden ons bewust van onze zintuigen. We horen misschien de geluiden van de buren om ons heen of de auto's op de snelweg. We voelen de mat of de stoel, de zetel waar we op zitten. We voelen onze handen die op onze schoot, op onze benen rusten. En we worden ons bewust aan onze lippen die wat droger zijn dan normaal. En dan worden we ons bewust misschien van de temperatuur. We voelen dat het wat frisser aan het worden is. En dan geleidelijk aan keren we terug naar onze zintuigen. En we herinneren onszelf eraan dat we deze mooie meditatie die we samen hebben gedaan, dat we die straks met ons kunnen meenemen. En als we eens een keer wat innerlijke weerstand en innerlijke rust in onszelf nodig hebben, dan herinneren we ons dat hele eenvoudige en mooie punt, de middenruimte in onszelf. Dan komen we aan het einde van deze meditatie en doen we geleidelijk aan onze ogen open. En het kan wel zijn dat je op een wat andere manier naar de wereld kijkt om je heen.